Kevin, dat is voor straks ook, hè? Of niet? Dat is welke kleur was het? Wanneer is dat dan? Ja. Ja, maar ik ben in de tweede groep. Ja, maar dan doen we dat erna, gemak. Ik heb 2 groepen. Ik heb midi, vous y allez, en l'autre groupe va midi et demi. Les joueurs étaient fatigués, quelques crampes sont apparues pendant le deuxième match. On joue quand même 3 matchs en 6 jours. Donc il y a des gros traders qui sont là, qui ne sont pas toujours. C'est pas toujours les enlever avec des massages, du vélo. On n'a pas de vélo ici par exemple. Donc le fait de faire du stretching de grand matin et des mobilités permet d'avoir un tissu relâché pour aller sous le terrain ensuite et lever les premières tensions. Quoi. Prends un tapis, Zeno. Mets la musique si tu veux. Pas trop fort. Iets meer naar buiten. Voetbal naar binnen draaien en dan die buitenkant. Ik denk dat de gasten het serieus opnemen dat ze morgen absoluut willen winnen. Dat ze er alles aan gaan doen om de 2 mindere resultaten toch recht te zetten. En alsnog naar de volgende ronde te gaan. Oostenrijk gaan trainingen gaan doen. En daar was ook zo van die boarding rond het veld en zo allemaal van onszelf. Totaal opzij is echt top. Allee, het is een zwembad en zo, het is proper, het eten is goed. Er is genoeg ruimte beneden, ook even om te ontspannen. Dus ik denk op dat vlak is alles dik in orde. Ik heb het gevoel dat de groep wel nog redelijk relaxed is. Ik denk wel dat ze beseffen dat het morgen van moeten is. Maar dat ze er volledig voor gaan en dat we er alles aan gaan doen om de wedstrijd te winnen. Het is een toffe groep, we komen allemaal goed overeen. Het is niet dat er klikjes of zo zijn. We zitten ook al lang samen, al een kwalificatie achter de rug, nu ook al 2 weken samen. Dus ja, dat zou dan. Het is goed dat het een goede groep is, anders zou dat misschien wel een lange periode kunnen zijn. Maar ik zeg het, iedereen komt goed overeen en dan gaat de tijd ook snel. Ik in de kwalificatie wel zo goed als alles heb gespeeld. Dus dan is het spijtig dat dan nu het moment waar je eigenlijk naartoe gewerkt hebt, dat dan mijn kans er nog niet is geweest. En ik probeer dan ook gewoon, stel dat die moment er komt. Ja, alles te geven en te tonen dat ik mijn plaats wel had in de ploeg of heb in de ploeg. Oké, jongens, dit kan zomaar de laatste keer zijn dat wij hier trainen. Dit kan. Het zou ook zomaar kunnen dat dit de laatste training is met deze groep. Dat kan. Dat zijn we niet van plan. Laat dat duidelijk zijn. Ik heb hier een paar jongens zitten waar ik op dit moment ook niet zeker van weet. Zijn ze fit? Zijn ze scherp genoeg? Zijn ze klaar? En ga ervan uit dat whatever happens, dat je klaar bent. En daarom is deze training super belangrijk. Niet alleen naar voeten toe, uitvoering toe, ideeën toe, afspraken toe, maar naar focus toe. En dat dat niet makkelijk is, dat weet ik. Maar is het makkelijk voor hem? Die weet, ik kom er alleen maar in als Maarten stoten uithaalt of zich blesseert. Ik heb dat aan hun gezicht nog nooit gezien dat ze dat denken. En dan daar, Ewout, kijk hem daar zitten. De hele kwalificatie heeft hij gespeeld. Zonder ene keer uit de toon te vallen. Oké, hij voelt zich nu. Hup, hup, hup. Er zijn een aantal andere jongens. Ja, oké. Dat is het voetbal van het moment. Het zal niet makkelijk zijn. Heb je hem ene keer minder zien trainen? Ik niet. We hebben geen excuses. We hebben 1 kans. We hebben 1 match. It's an all-in match. En we hebben iedereen mogelijk, iedereen nodig. En is het niet in deze match? Ah wel, ik ga ervan uit dat er nog komen, hè. Maar hier moeten we wel voorbij. Potverdorie. We gaan er tegenaan, hè. Alsof het de laatste voetbalmatch is die we samen spelen, hè. Als het moet verkeerd gaan, dan wil ik hebben tot we strijdend ten onder gaan, hè.
Ah, goede training, kom maar. Oké, boys, maar naar boven. Kom maar. Franchement, je pense qu'on a tous un bon sentiment. On sait très bien que c'est un match qu'il faut gagner et on ne doit pas passer à côté. Maintenant, c'est à nous de prendre les choses en main. Je pense qu'on a tout pour réussir et c'est à nous de le montrer. Reservedoelman is een moeilijke job, maar ik denk met deze groep is dat wel iets makkelijker omdat je je op training elke dag kunt geven en je haalt er toch iets terug uit op training en ja, klaar zijn voor als er iets gebeurt met Maarten om dan paraat te zijn en de ploeg zo goed mogelijk te helpen dan. Kom maar, Johnny, rapper. Matchday is zeer simpel qua eten. Het is eigenlijk voor ons een rustigere dag. Heel weinig qua verschillende aanbod. Wel vier keer eten op een dag, dus we zijn wel de hele dag bezig. Lasagne, pasta's, saus, curry, saus, kip, eiwitten, koolhydraten. Ik ga wel nooit gaan kijken, omdat er dan s'avonds komen ze terug en dan is er nog eten. Dat volgen we natuurlijk, leeft daar mee, met die gasten. Ik ga naar één match gaan kijken, heb ik tegen de jongens gezegd. Naar één match ga ik kijken en dat is de finale. Rare match, erop of eronder. Ik ben hoopvol. Maar als goede supporter moet je altijd hoopvol zijn natuurlijk. Het blijft voetbal, hè? Dus van de week stond ook 2-0 voor en hebben we het niet gehaald. Dus... Het gaat een nipte match worden, maar ja, we hopen allemaal dat België wint natuurlijk. En, we hebben er wel vertrouwen in. België!
Nooit, nooit, nooit. Zo, dank je. En je hoofd hier te zitten.